Hey, je gaat een troefvogel toernooi organiseren in Kommerwijnen, hier in de Rhythm Lounge. Waarom heb je ervoor gekozen om het hier in Kommerwijnen toernooi in Rhythm Lounge? Ja, we hebben gekozen om hier in Rhythm Lounge een troefvogel toernooi te organiseren. Om de sport hier ook in Kommerwijnen een beetje bekender te maken. In het verleden hadden wij wel een band met Kommerwijnen. Dus die willen wij weer herpakken. En in verband met het 40-jarig bestaan van Surinaamse troefvogelbond volgend jaar zijn we al nu bezig wat activiteiten te ontplooien. En Rhythm Lounge in Kommerwijnen staat nu op het programma. Dat wij een beetje bekendheid van de sport hier op deze locatie. Hier, het sportcafé hier willen brengen. En op zondag 7 juli organiseren we zo'n groot troefkooltoernooi hier. Waar de beste vereniging van de Surinaamse Troefkoolbond zullen meedoen. Prachtige locatie. Is het ook daarmee daarom dat je denkt van oké, hey, het is een geschikt voor zulke evenementen of sportevenementen? Ja, sowieso is het geschikt. Het is het centraal punt van Kommerwijnen. Precies voor Tamaregio en Tamasari en net voorbij Peperpot. Dus het is echt een centraal punt voor Kommerwijnen. En wij willen zo de sport een beetje hier bekender laten worden. Omdat het altijd op het centraal punt geschiet. Mm-hmm. Wij van de Troefkoolbond proberen altijd centrale plaatsen te kiezen. Waar mensen de sport kunnen beoefenen. En dit is een hele goede locatie die wij hier hebben gevonden. Mm-hmm. We willen sowieso wat teams van Kommerwijnen erbij hebben. In het verleden hadden wij sowieso één of twee verenigingen van Kommerwijnen. Gedurende 39 jaar bestaan van de Troefkoolbond. Maar we willen de heer Giresing, Weiling Giresing was voorheen ook de trekker. Hij was ook zelf voorzitter van de Surinaamse Troefkoolbond. En hij was in principe de trekker van Kommerwijnen. Maar we willen nu Kommerwijnen, of wij verwachten nu van Kommerwijnen dat zij toch wel wat teams uitvaardigen naar de bond toe. Om mee te doen aan de competitie. Om ook te kunnen kijken hoe zij kunnen, wat de sterkte is van Kommerwijnen. De bedoeling is van de Troefkoolbond is dat wij in verband met 40 jaar bestaan ook de districten willen gaan bezoeken. Nikeri, Koroni. En wij geven het startsein hier in Kommerwijnen. Ja, Kommerwijnen is booming, is bloeit goed. Je ziet er veel bedrijvigheid. En het toernooi dat hier georganiseerd wordt, hoe moet ik het voorstellen? Hoeveel teams doen er dan mee? En welke teams doen er dan mee? Er doen 8 verenigingen eraan mee. De kampioen Kampo is goed vertegenwoordigd. Je hebt Kampo 1 en Kampo 2. Daarna heb je semi-kampioen Friends die daaraan meedoet. Je hebt demi-kampioen Soudar en Palm Boys die op de 4e plaats zijn geëindigd. En je hebt Rovero, je hebt Olaria. Je hebt van Kommerwijnen heb je Amit Sportcafé. Die ook meedoet. En last but not least heb je. Dat zijn alle 8 verenigingen die meedoen. Dus Kampo 1, Kampo 2, Soudar, Palm Boys, Friends, Rovero, Amit Sportcafé en de ploeg van Olaria. Behalve de mooie prijzen die beschikbaar zijn, wat kunnen ze nog meer winnen? En wat is het? Kunnen mensen komen kijken? Wat kost het voor het team om mee te doen aan het toernooi? Er is een inzetgeld gevraagd van 500 SED per vereniging. En ze kunnen heel mooie prijzen hier achter mij, kunt u dat zien, ter beschikking gesteld. En ook voor de snelste boni en voor de hoogste score zijn er mooie prijzen ter beschikking gesteld. Wat verwacht je van het toernooi? Het wordt een heel spannend toernooi, omdat er altijd competitief toe bij Troefkool. Er is altijd een battle tussen bepaalde verenigingen. Dus komende zondag verwachten wij een heel spannend troefkooltoernooi. Vanaf hoe laat kunnen de mensen komen, of althans vanaf hoe laat start het toernooi? Het geheel begint om 2 uur. De vereniging moet zich aanmelden om 2 uur. En exact 3 uur starten wij hier met de troefkoolwedstrijden. En ze mogen hun supporters meenemen? Tuurlijk, ze mogen hun aanhang meenemen. Trouwens, troefkoolers komen altijd soms met hun aanhang. Maar maandag is vrijdag, dus ze mogen ook hun gezinnen meenemen. Om hier lekker te komen ontspannen in Rhythm Lounge Sportcafé hier te komen wijnen. Zijn er nog meer programma's, althans evenementen in de verschiet?
Samenwerken met de Rhythm Lounge zullen wij sowieso kijken om wat meer activiteiten hier te organiseren. Sowieso willen we ook gaan kijken om het, domino toernooi hier te organiseren. En een troef called Koppel Drive. Dit is toernooi van zondag gaat in verenigingsverband gebeuren. Maar sowieso hebben we in planning om een groot troef called Koppel Drive te organiseren. Met heel mooie prijzen. En ook een domino toernooi willen wij daaraan verbinden. Oké, geweldig. Dus, maar nu voor zondag is het Rhythm Troef Call toernooi. Ja, sowieso. Het wordt een heel spannend toernooi. En de Troef Callers zijn gebrand om het tegen elkaar op te nemen. Hey, succes. Hey, dankjewel. En met het interview van Manu Vasilda zijn we aan het einde gekomen van het binnenlands gedeelte. We gaan even naar wat commerciële verplichtingen en komen zo bij u terug met het buitenlands sportnieuws.